Hey, hallo allemaal. Goedemorgen. Ben ik weer gezellig live hier in de Noor en Zo groep. Met weer een heel leuk festijntje of wel een goodie bag. De link staat ook boven deze video. Maar je kunt ze natuurlijk ook lekker bestellen voor je tikkie mandje. Nou, Jolanda is net al lekker live geweest. Hè? Ik weet niet of jullie allemaal hebben meegekeken. Ze had al uitgelegd dat ze een tikkie boven in het schermpje in de Noor en Zo pagina open heeft staan. En daar zou je eventueel ook nog kunnen bestellen voor je tikkie mandje, mocht je hier iets zien. Dus dat is alleen maar super handig. Nou, we hebben deze keer een goodie bag in thema grunge van Studio Light. En meer kruip even lekker uit mijn kastkaartjes en lekker into de glieder en stoerdere kaartjes, zeg maar. Ik heb hier al wat dingetjes klaar liggen uit de goodie bag. En daarmee ga ik lekker aan het werk. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of we ook lekkere gliederaars hier onder ons hebben. Ga ik jullie ondertussen even laten zien. Want in die toffe goodie bag zitten niet alleen deze artikelen, maar nog 3 andere artikelen. In totaal zitten er 3 verschillende mask stencils in. 2 setjes met stansen en 1 stempelsetje. En de normale prijs, zeg maar, van alles bij elkaar, dus als je alles loskoopt, is het €45,99. En nu 6 artikelen, dus niet alleen deze 3, maar nog 3 andere ook, voor €39,99. Dus dan heb je weer een hele leuke korting. Dus mocht je die willen bestellen, dan kan dat dadelijk dus in de tikkie, of ja, in de tikkie van Jolanda die zo open heeft staan. Ze gaat zo meteen ook nog lekker aan de slag na deze live met een tikkie. En je kunt hem ook via de webshop bestellen. Dus kijk even lekker wat je fijn vindt. Ik heb dus wat spulletjes klaar liggen. En ik ben nog een beetje plain in wat ik ga maken. Ik weet het wel een beetje. Ik heb hier nog wel 2 andere dingetjes al klaar liggen. Waarvan ik dacht, oh, dat is ook tof. Dus die ga ik jullie vast eerst even laten zien. Gaan we nu dus niet doen. Maar ik ga het wel even met jullie delen. Hier zit namelijk een hele toffe, mooie bloem in 2 formaatjes eigenlijk. Dit is de grote versie en dan is er ook nog een kleinere versie. Deze grote bloem, die heb ik hier bijvoorbeeld uit het strookje 3 keer uitgestanst. En die kan ik dus gewoon zometeen dan, of ja niet zometeen, zo hier erop plakken. Ga ik die eerst natuurlijk lekker met de inkt bewerken, met leuke stempeltjes, deze erop. En dan zou je die bloemetjes weer terug erin kunnen plakken. Nou, ik heb er allemaal een heel leuk idee voor. Dus dat ga ik jullie ook echt zeker weten nog laten zien als die af is. Daarnaast heb ik dit ook weer klaar liggen. Dus ik heb hem weer lekker geëmbost aan de onder- en aan de bovenkant. Dit gaat wel een beetje een clean kaartje worden. Dus niet echt een grunge stijl. Maar ik wilde laten zien dat je het toch ook kunt gebruiken voor lekkere kastkaartjes. Dus dit is ook gewoon onwijs leuk. Nou, mocht je willen weten hoe dat embossen werkt, kun je dat natuurlijk ook weer terugvinden op mijn YouTube kanaal, deze CreaPlace. Maar dat wilde ik toch even laten zien. Ik heb hem hier dus echt alleen aan de boven en aan de onderkant gepakt. En het midden lekker vrijgelaten, zodat je daar wat leuks nog op kan plakken. Dus even in vogelvlucht wat ideetjes aangereikt. En dan gaan we nu naar ons kaartje wat ik nu ga maken. Ik heb namelijk eventjes die ticket vorm uitgestanst. Ik vond dat wel passen bij een beetje stoere stijltje van de grunge. Maar deze slimline is een mal van Kraftlab. Deze slimline, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar beeld is een beetje anders volgens mij. Normaal heb ik wat in de hoogte ook wat meer beeld. Maar nu alleen in de breedte voor mijn gevoel. Maar ja, Facebook blijft daar een beetje mee prutsen, dus ik ga daar lekker in mee. Dat is deze slimline mal. En ik heb hier niet de buitenste, maar eentje daarbinnen gebruikt. Dan krijg je wel ook zo'n randje mee. Even kijken, want ik heb hem hier liggen. Ik kan hem jullie ook laten zien. Die zou je terug eromheen kunnen plakken als je wil. Of los kunnen gebruiken. Deze. Ik laat hem nu gewoon lekker weg. Dus dat je echt gewoon een beetje zo'n ticketvorm hebt. Dat vond ik wel heel tof. Hé, wat zeg je, Ria? Wat ben ik doen? Ik ben gewoon hier, hoor. Was je me kwijt? Sandra, je kunt even op mijn YouTube-kanaal kijken. Deze CreaPlace. En daar zie je in de titel vaak wel een beetje wat ik ga doen. Dus kijk daar even lekker rond. Dan kun je dat wel vinden. Dus deze mal van Kraftlab ga ik dus gebruiken. De CCL ESCD 266.
En ik heb daar gewoon zelf een stukje zwart kartstok achter gesneden, zodat je een leuk randje krijgt. Nou, deze heb ik uit de waterkolenpapier gestanst, want daar gaan we lekker, lekker op werken nu. En ik heb dus waterkolen gepakt, omdat ik dus ook lekker een beetje wil kliederen met wat water en zo. Ik ga dus ook echt deze drie artikelen allemaal lekker door elkaar heen gebruiken. Maar wat ik eerst ga doen is een achtergrondje maken. Nou, ik heb eigenlijk helemaal nog geen kleurtjes uitgekozen. Maar dat ga ik nu eventjes doen. En het gaat een beetje een mix worden. Dat zien jullie al, hè? Ik wil een beetje wat lichtere stukken erin laten. Maar ik wil ook gewoon lekker wat donker inbrengen. En ik denk dat ik lekker voor deze vier kleurtjes ga. Ik heb de Memento inkt erbij gepakt. En ik heb hier nu de kleurtjes Teal Seal, Cottage Ivy, Rosebud en Pure Tart. Dus eigenlijk als ik een creatie maak, dan rommel ik gewoon lekker door mijn mandje. Kijk, ik heb ze gewoon lekker zo in mijn mandje. En dan denk ik, oh, die kleur en die kleur en die kleur en die kleur vind ik wel leuk. En ik kan er altijd nog wat lekker aan toevoegen. Wat ik ga doen. Ik ga eerst even lekker wat inkt aanbrengen hier op mijn glasplaatje. Ik vind dat zelf altijd heel prettig werken. Kan ik het daarvan afpakken. En aanbrengen met mijn blending tooltjes. Hey, heel gezellig. Oh, was mijn beeld zwart? Bij mij liep die wel gewoon door. Dus misschien heeft het ook aan je internetverbinding gelegen. Of aan de mijne, dat ik het net even gemist heb. Kan ook, hè. Wacht, ik moet even die artikelen aan de kant leggen. Want die ligt maar een beetje in de weg, zo. Dus ik ga eerst mijn achtergrondje maken. En dan kies ik dus voor de lichte kleuren om eerst aan te brengen. En daarna de donkerdere kleuren. Oh, ik vind dit wel ook echt helemaal leuk. Ik weet niet of er mensen zijn die mij alleen van de kaskaartjes kennen. Of ook van de periode daarvoor. Toen maakte ik ook vele mixed media kaartjes. Dus ook dat vind ik gewoon echt onwijs leuk om te doen. En je ziet het, ik ga gewoon lekker overal even wat kleur aanbrengen. Normaal begin ik altijd op mijn glasplaat, maar ik wil ook een beetje lichte kleuren in het midden. En dan naar de randen wat donkerder. Niet alle randen moet ik zeggen hoor. Dus speel ook gewoon lekker. Hè? Er zijn geen vaste regels. En heel veel is goed en alles eigenlijk is goed gewoon. Gewoon alles mag. En vooral bij mixed media, hè. Dus een beetje, ja, voor wat stoerdere kaartjes, zei ik al. Nou, je kan er ook gewoon hele hippe kaartjes mee maken natuurlijk. Maar ik dacht, laat ik eens eventjes gewoon een beetje voor echt een grunge kaartje gaan. Vond ik wel cool. En je ziet het ook gewoon, ik zet al die kleurtjes gewoon lekker tegen elkaar aan. En nu denk je, nou, die wordt helemaal niks. Maar die wordt eigenlijk echt heel erg tof. Gewoon lekker doorgaan, zeg ik. Als het nog niet mooi is, dan is het nog niet af, hè. Even kijken, ik ga een beetje die teal seal aanbrengen nog. Vind ik ook zo'n tof kleurtje, hè. Kijk, en dan ga ik hier ook weer met die teal seal over dat roze heen. Dan krijg je weer een beetje paars ook erdoor. En ik gebruik dus ook de blending brushes van Studio Lights. Het is altijd even een werkje, hè, om die hele achtergrond te voorzien van inkt. Maar ik vind het altijd leuk. Dan krijgt het vorm. Ik word er blij van. En de randen ga ik zo meteen sowieso nog donkerder ook aanzetten. Dus daar pak ik mijn donkerdere kleuren ook voor. Hier zie je ook dat met groen. En ik ga laagje over laagje heen brengen. Dat kan ook gewoon. Ga lekker met je inktjes over elkaar heen. En speel er gewoon lekker mee. Het ergste wat je kan gebeuren is dat je het echt niet mooi vindt en dat je papiertje in de prullenbak gaat. Nou, dat valt nog mee, hè? Als dat het ergste is wat in mijn leven kan gebeuren, dan teken ik ervoor.
Even kijken, ik ga nog lekker wat roze. Want dat is wel echt zo'n lekkere eyecatcher in mijn kaartje. Oh, ik heb hier een beetje blauw mee opgepakt, zo gek. Woeps. Ik zit nou alle kleurtjes door elkaar heen smeren. Leuk hè? Met Memento kan je gewoon ook echt heel veel toffe dingen doen. Dus dat is ook gewoon hartstikke leuk. Kijk ook gewoon lekker mee en dan krijg je vast weer nieuwe ideetjes. En hier ga ik dus bij dit kaartje ga ik echt laagje over laagje heen werken. Dus denk ook niet, ah nee, ik vind dit niet mooi, dus nu klaar. Nee, het is echt nog lang niet klaar. We zijn net gestart. Dus het wordt echt laagje over laagje. Kijk, ik doe nu dit met die inkt. Ga ik dadelijk een maskstencil pakken. Zet ik er weer bij overheen. Weet je, zo ga je continu door met laagje over laagje aanbrengen. Ja, zo is het. Soms lijkt het mislukt, maar dan moet je toch gewoon doorgaan. Want nu ook, nou denk ik, oh nee, ik zie hier die aanzet. Ik weet niet of jullie dat zien. Kijk, en daar hou ik helemaal niet van. Maar dan ga ik dadelijk echt gewoon wegwerken. Daar zie je dadelijk helemaal niks meer van. Dus ook als je zo'n foutjes hebt, gewoon doorgaan. Ik ga nu mijn maskstenseltje erbij pakken. En ik ga die willekeurig gewoon ergens neerleggen eigenlijk. Eigenlijk vind ik die hartjes bovenin daar ook wel heel erg cute. En ja, je kunt hem vastzetten met een tapeje. Ik hou hem altijd gewoon even met een doekje vast. En ik ga daar dan weer een beetje overheen met de kleurtjes die hier ook zitten. Dus mijn lichtgroene eerst. Oh, je moet die wel een beetje goed vasthouden. Want het zijn kleine lijntjes die anders gaan beschuiven. Nou, dat willen we natuurlijk niet. En omdat je dus die laag groen weer eroverheen zet, begint hij ook meer te knallen dadelijk. Wordt hij donkerder. Dus gewoon, ik pak dezelfde kleuren weer eroverheen. En je hoeft ook niet overal je maskstencil weer aan te zetten. Hè? Pak daar gewoon kleine stukjes voor. Waarvan je denkt, oh, ik vind het wel leuk als daar een leuk accentje komt. Dus dan laat je hem ook een beetje vervloeien in je inkt, zeg maar. Dan lijkt het net alsof dat hij gewoon wegloopt in de kleurtjes van je inkt. Je patroon. Volgens mij zit ik goed in beeld, hè? Ja. Kijk, en waar ik die foute aanzet had gedaan, ga ik nu juist extra nog een beetje overheen. Dan ga ik hem nu eraf halen. Oeh, kijk nou. Dit is toch zo gaaf. Ik hou van deze techniek. Kijk, en hier lijkt het net alsof die weer in mijn inkt vervloeit. Ik ga hier aan de onderkant ga ik ook nog een stukje aanzetten. Een beetje in het midden van mijn kaartje. Dan ga ik weer eerst voor de lekker knallige roze. Dus ik ga die roze weer gewoon op mijn roze gebruiken. Groen. Want groen moet je doen, hè. Even kijken dat mijn... Je ziet ook dat ik vaak een papiertje erbij pak. Als je net nog vers natte inkt hebt en je gaat dan met je vingers erin, krijg je allemaal vingerafdruk op je werkje. Nou, ik vind dat niet altijd mooi. Dus ik pak vaak even een keukendoekje erbij om in mijn natte inkt te leggen. Zodat ik mijn vingerafdrukken daar niet in hoef te zetten. Kijk, dit is toch vet gaaf? Ik hou ervan. Dus dit was mijn maskstenseltje. Die is trouwens tof, hè? Ik zal ook het nummertje hiervan nog even geven. Dat is SLGR Mask 180. Oh, en hier op de achterkant zie je ook de andere maskstencils die in je goodiebag zitten. Dus ook deze toffe en deze zit in de goodiebag. Dus deze drie. Leuk, hè? Jullie komen lekker aanschuiven en kunnen lekker meekletsen en gaan doen bij de creativity. Maar dat is niet echt dat jullie dan zelf gaan knutselen. Dus het is gewoon een gezellig dagje vol inspiratie en gezelligheid en lekker
kletsen en ja, dat eigenlijk. We laten alle nieuwe kraflapartikelen zien. We hebben echt ontzettend veel inspiratie. Deze kleur heb ik er nog even bij gepakt. Ik kan het niet uitspreken. Danube Blue. Ik zat helemaal met mijn hoofd bij twee dingen tegelijk. Wat ik ga doen. Ik ga hier de rand. Ga ik met die Danube Blue eventjes goed aanzetten. Want ik wil dat die rand wat donkerder wordt. Zodat eigenlijk alles een beetje ingekaderd wordt in mijn kaartje. Altijd leuk, Angelique, als je lekker aankomt waaien. We maken er een gezellig feestje van. Zo. Dus die rand, zie je, die pak ik gewoon lekker donker, die Danube Blue. Zo zie je ook dat ik dus laagje over laagje heen werk, hè. En dat het dus heel anders wel is als in het begin net. En ook hier pak ik sommige, denk ik, oh, zet daar maar lekker een stukje blauw, donkerblauw door, want dat is ook wel tof. Ik zal dadelijk ook nog even close-up aan jullie laten zien, hoor. En je kunt hier dus allerlei kleurtjes gebruiken die je zelf tof vindt, hè. Ik heb nu dus ook voor wat knalkleurtjes. Je zou ook, ik vind het ook wel mooi een, bijvoorbeeld een rood met geel en groen of zo. Zou ik ook wel heel gaaf vinden. Dus kun je lekker mee spelen en gewoon gaan doen wat je zelf leuk vindt. Kijk nou, ik vind het nu al zo gaaf. Zodat je die randen dus donkerder aanzet, lijkt het helemaal alsof je patroontje dus ook verdwijnt in de rest van je inkt. Zien jullie dat? Tof, hè? Ik heb allemaal dingetjes uitgestampt. Die gaan we straks gebruiken. Maar daarvoor gaan we eerst even met de stempels aan de slag. Want ik wil lekker wat stempelafdrukjes hier toevoegen op mijn kaartje. En wat ik heel erg leuk vind om daarvoor te gebruiken is gewoon lekker zwarte inkt. Ik zet even mijn borsteltjes weg van mijn inktjes die ik gebruikt heb. Kijk, en dit komt dus straks ook op een zwart kaartje. Dus dan knalt het ook gewoon lekker eruit. Ik maak heel even mijn werkblad een beetje schoon. En dan gaan we lekker door. Oh ja, je kan altijd terugkijken, hoor. Helemaal goed. Zo. Even een beetje schoonmaken. Ik vind dat altijd wel fijn. Zo, hoppakee. Dan gaan we hiermee verder. En ik heb dus die leuke stempelset erbij gepakt. Dit is het nummertje SLGR Stamp 397. Hier op de achterkant zie je dus ook dat je hem ook heel tof kunt gebruiken. En net als die kleine bloemetjes van die stempeltjes ook bijvoorbeeld in kunt kleuren. Dat is ook echt super leuk. Nou, ik ga het gewoon echt een beetje met zwarte inkt gebruiken. Sorry voor de herrie. Oh, en ik had hier een restjespapiertje liggen. Eventjes een klein stukje opknippen. Dat was mijn spiekbriefje. En dit is ook gewoon watercolor papier. Maar vaak gebruik ik het afdrukje. Niet in super zwart wat ik net heb opgezet. Ja, snappen jullie het nog? ik bedoel daarmee te zeggen eigenlijk... ik doe vaak mijn stempeltje beinkten. En dan doe ik de eerste afdruk eventjes heel zachtjes op een klappapiertje. Zodat het niet zwart-zwart is, maar ietsjes lichter is. Dus eigenlijk meer een soort kusje maak ik ervan op een testblaadje. Kijk, dan heb je dus ook hier geen scherpe afdruk. Maar hier ga ik dan wel een hele scherpe afdruk maken. Maar dan is hij iets minder hard. Zien jullie? En die ga ik nog op verschillende plekjes ook terug kunnen, laten komen. Nou, ik doe even weer een kusje. En
Ik denk dat ik het wel grappig vind om hem hier beneden nog een keertje te doen. Zo. Kijk, hier kan je bijvoorbeeld ook zo'n hele toffe rand meemaken, hè? Een rand helemaal met zo'n mooie, ja, soort grasachtige. Wel heel tof. Maar je kunt hem dus ook wel hard aanzetten. Dat gaan we nu even hier doen. En dan wordt hij dus ietsjes donkerder, een tintje. Kijk, zo laat ik hem dus op verschillende plekken, laat ik mijn stempel ook weer terugkomen. En ook door die hartjes heen en zo. Gewoon omdat het kan. Zo. Dan zitten hier hele toffe, te gekke vlinders in. Ik vind het heel gaaf. En er zitten ook allemaal spettertjes bij. Die ga ik ook gebruiken. Eens even kijken. Zo. En die laat ik dan ook weer vanuit een hoekje of zo. Laat ik die een beetje zo fladderen. Kijk eens hoe tof. Die is gaaf, hè? En die laat ik ook op meerdere plekken terugkomen. Leuk, hè? Dat is weer echt even heel anders spelen met je spulletjes, toch? Kijk, hier heb ik dan alleen die kleintjes gebruikt. Dus ook als je een deel maar van je stempel gebruikt, dat is ook gewoon echt superleuk. En wat gebeurt er als je deze lekker bij elkaar zet? Twee van die grote vlinders, allemaal kleintjes en die vlekken lopen bij elkaar. Dan krijg je dus weer een grotere stempel. Zie je dat? Dan lijkt het net alsof er twee kleine stempeltjes bij elkaar zijn gevoegd. Dus dat is ook heel erg leuk. Allemaal lekkere vlindertjes erbij. Dus ben ook niet bang, hè, als je met dit soort dingetjes aan de slag gaat. Echt, er kan bijna niks misgaan. En als er iets misgaat, kun je er nog altijd iets overheen plakken. Of een beetje wegmoffelen. Of... Kijk, zo loopt het echt gewoon super mooi door in je hartjes allemaal. Het is echt heel leuk, hè, Sandra. Ja, ik snap je wel, hoor. Ik vind hem ook echt heel tof, deze collectie weer. Maar ik moet ook zeggen, ik vind bijna alles van Studio Light vind ik wel weer ook echt heel erg gaaf. En zo leuk om mee te werken, maar ook heel leuk om allemaal weer met elkaar te combineren. Je hoeft het niet allemaal apart te gebruiken, hè. Kijk, hier in het hoekje dus ook. En dan heb ik één grote vlinder en hier weer allemaal die kleintjes bij aangezet. Dus dan krijg je echt gewoon toffe bundeltjes eigenlijk. Dus uit al die losse stempels gaan we gewoon één tof geheel maken. Ik ga hier dus ook van die andere stempeltjes nog lekker wat gebruiken. Hier zit een beetje met script erop. Nou, wil je bijvoorbeeld, net als ik dat wil, alleen een beetje het script, maar niet al die bloemetjes. Nog wel een beetje, maar niet te veel. Dan zet ik alleen hier wat inkt aan. Oh, ik zet hier al mijn... Zet ik er dadelijk in. Kijk, dan heb je dus alleen de script en wat bloemetjes. En als je dat dan met je hand, gewoon in je hand vasthoudt, dan kun je dat dus ook weer mooi in elkaar laten verlopen. Dus over elkaar heen, door elkaar heen, doe dat ook gewoon lekker. Hè? Kijk hieronder. Dan gaat het allemaal mooi bij elkaar samenkomen. Dus die script die ga ik natuurlijk ook nog op meer plekjes. Hè. Kijk, hier komen die vlindertjes dan. Nou, ik vind het wel leuk als daar ook een beetje script bij komt te staan. En daaronder ook. Dus dat het niet allemaal losliggende stempeltjes zijn. Waarom ik de midden een beetje vrij hou, is dat ik dadelijk ook nog heel mooi die bloemetjes en zo allemaal, die echt die stamsen, ook daar mooi nog wil aan gaan zetten.
En als ik daar allemaal in het midden doe, dan zie je daar dadelijk toch niks meer van. Dus vandaar dat ik vooral op de randen gericht ben. En dat ik dat dus allemaal mooi in elkaar wil laten verlopen. Wacht, boven moet ik nog wat script. Ik ben hem wel aan het schoonmaken. Nou, hartstikke gezellig dat jullie lekker nog mee gaan kijken. Superleuk. Kijk, dus hier ook. Hè. Je ziet het mij steeds verleggen. Zodat je een ander stukje van je stempel krijgt. En dat dus heel mooi weer bij elkaar aan laat sluiten. Dus ook dit. Pak hem lekker gewoon in je hand. Ben niet bang voor die stempel. Die bijt niet. En maak ze gewoon een heel tof geheel ervan. Ja, hij wordt echt gaaf, hè? Hadden jullie dat in het begin verwacht, dames? Toen je die aanzetten zag en zo. Nou, daar zie je helemaal niks meer van, hè? Kijk. Loopt allemaal mooi in elkaar over. Pakken we nog even een ander stempeltje erbij. Want ik vind dit bloemetje wat hierin zit, vind ik dus ook echt helemaal te gek. Zo, die ga ik ook een paar keer terug laten komen. En juist bij dit soort kaartjes vind ik het dus ook echt heel erg leuk om zwarte inkt te gebruiken. Hé, dat was een leuke verrassing, hè? Beetje tover op deze manier. Kijk, hier zit nog niet zoveel, dus daar ga ik lekker die bloemetjes. En dus ook meerdere terug laten komen. Dit vind ik echt een hele toffe stempel, deze. Ik weet niet of jullie hem goed konden zien. En ook gewoon die stempel ik weer door die randen heen, over elkaar heen. Maakt niet uit als ze een beetje over elkaar heen komen. Dat vind ik juist leuk dat je dat patroontje weer terug ziet komen. Ook al is die niet helemaal scherp. Of... Doe ook gewoon maar lekker. Hier ook. Dan zet hij dan wel niet scherp, maar dan komt wel weer dat patroontje terug. Het is gewoon lekker in laagjes gaan werken. Daar zit al van alles. Ik ga hier nog een beetje zo naar het midden. Een lekkere wilde bloemenbos komt hier gewoon. Zo lijkt het net of je eigenlijk één achtergrondstempel gebruikt, hè? En ook door dat zwart, dat kan ook gewoon allemaal. En door die grunge, dat het allemaal gewoon ook bij elkaar kan horen, hè? Ja, je boven lekker ook weer verder met die bloemen. Oh, ik ben verliefd, dames. Ja, alleen al voor die stempelset wil je eigenlijk al die goodie bag, hè? Dat is echt heel gaaf. Eigenlijk zou ik nu liefst gewoon even zo'n close-up fotootje willen maken, weet je wel? Zo'n lekkere sneak foto. Maar dat gaat nu natuurlijk niet, want ik ben nu live. Dus, ik hou hem dadelijk gewoon in beeld. Maken jullie allemaal een screenshot. Hou ik hem even stil? Wil ik hem wel van jullie krijgen, hè? Maar kijk eens hoe gaaf dit is. Oh, ik ben echt verliefd. Oh, ik doe inderdaad, ja, dat klinkt misschien niet zo leuk voor jullie, maar ik doe iedere keer mijn stempelinkt op mijn stempel. En dat doe ik wel met een reden, dames. Want als je, kijk, dit is trouwens ook leuk, hè. Ik heb hier een donker en daar een iets lichtere. Als je hem dan een keer afdrukt, dan komt hij naar binnen iets lichter terug. Maar als ik hem daarop druk, dan weet ik nooit precies hoe lang hard ik druk. En dan komt al die inkt tussen mijn stempel. Krijg je echt zo'n vieze afdruk, vind ik. Dus vandaar dat ik het op deze manier altijd gebruik. Maar lekker doen zoals je het zelf fijn vindt. Hè? Dus het geen moeten of mogen. Het is allemaal gewoon wat je wil. Gewoon doen waar je jezelf goed bij voelt. Oh, kijk nou. Dit is toch super gaaf? Ik ben verliefd.
Even zo. Ook die kleurtjes er tussendoor en alles, hè. Gewoon het geheel, ik vind het helemaal gaaf. Even kijken, mijn stempeltje even terug. En dan gaan we even kijken, want ik heb hier nog allemaal leuke standjes. Die komen uit dit setje, ook uit die goodie bag. En die heeft het nummertje SLGRCD503. Hier op de achterkant zie je ook al de mooie standjes, zeg maar, zoals je ze uitstamt. Die bloemen, hier dit hele mooie steentjes, cijfertjes. Dus dat gaan we ook erbij verwerken. Ja, het lijkt wel een beetje een oerwoud, maar dan met wat leuke hartjes nog en zo erdoor. Ik had, want ik denk dat ik dat wil gaan gebruiken, maar ik wist nog niet zeker wat ik wilde. Ik had wat meer bloemen gestanst en ik had er al een paar op mijn vellum geplakt. Ik dacht, ga ik nou hier een papiertje bewerkt in kleurtjes erachter plakken of ga ik lekker voor vellum? En ik denk dat ik dat vellum wel heel leuk vind. Dus ik heb gewoon die bloemetjes op vellum geplakt. En die ga ik nu even uitknippen. Dat is mooi al droog, dus dat is handig. Nou Ingrid, je kan inderdaad gewoon altijd terugkijken. En dan leg ik het je ook helemaal stap voor stapje even uit. Dat is makkelijker als dat ik het helemaal hier opnieuw ga uitleggen. En dan zie je het ook, hè. In beelden is het soms makkelijker om het ook te onthouden, vind ik het altijd. Dus ik ga hier nu gewoon zo omheen knippen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een leuk stukje papier bewerken met wat inkt. Je kunt daar ook je restpapiertje voor gebruiken. Daar lekker wat kleurtjes inkt overheen doen en die achter je bloemen plakken. Ik vind die bloemen ook echt helemaal geweldig. Ja, die standjes ga ik nu erop gebruiken. Zo, dus even uitknippen. En door dat vellum kan je dus ook een beetje heen kijken. Het is een beetje melkachtig. Dus je kan er wel een beetje kleur en patroon doorheen zien. Maar minder fel, zeg maar. Dus dat geeft ook wel echt hele toffe effecten. Ik vind vellum wel echt een heel leuk materiaal. Nee Angelique, er was gisteren geen knutsel mee. Want Yolanda die was in de Studio Light groep live. Om de nieuwe release te laten zien. Dus de knutsel mee is weer een ander keertje. Kijk, die blaadjes ga ik een klein beetje... Wauw, ik doe dat gewoon een beetje zo om mijn vingers heen. Dat komt niet zo nauw. Maar als je hem dus erop legt, maakt niet uit waar. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Dan kun je dus wel een beetje... Ja, dat kan je niet echt zien zo op de film volgens mij. Je kan daar dus een beetje wel doorheen kijken. Maar niet super erg. Dus ik vind dat wel een heel erg tof effect geven. Even kijken waar ik ze op wil plakken hoor. Ik wil dan namelijk een paar. Nou, ik vind deze vind ik ook echt helemaal tof met die cijfers, zeg maar. En die ga ik er zeker ook bij verwerken. Dus daarom heb ik hier ook in het midden nog een beetje vrijgelaten. Dan zie je dat je daar dus door wat standjes op te plakken, komt dat dus ook weer terug. Kijk, als ik nou die cijfers en zo'n leuke bloem erbij plak... Kijk wat een tof effect dat geeft. Dus ik ga gewoon eerst even die cijfertjes. Ik heb hier nog wat leuke standjes van die steentjes. Die ga ik eventjes opplakken. Ook weer willekeurig, hè. Ik heb geen bepaalde vorm of zo die het moet krijgen. Gewoon waar ik denk van, oh, daar vind ik het wel tof om te plakken. Oh, je land tof, hè. Ik zit helemaal in mijn mixed media elementje. Soms laat ik dat even los met mijn kastkaartjes, maar ik vind het toch heerlijk om zo lekker hier ook weer mee bezig te zijn. Zo zie je, ik doe daar gewoon even lekker wat lijm aan. En dan plak ik het gewoon ook weer zo eroverheen. Dus ja, dan valt er inderdaad wat van je stempels weg en zo, maar dit is ook zwart. Dus dat loopt uiteindelijk ook weer heel tof in elkaar over. Ook die steentjes. Super tof. Dus doe daar een beetje lijm aan en dan plakken we het erbij.
doe ik gewoon, hè? Eigenlijk is dit mij ook niet vreemd, hè, Jolande? Heb ik zoveel gedaan altijd? Kijk dus ook over je stempels, laat je die stansen weer komen. En het wordt één geheel, omdat je het lekker allemaal ook weer in zwart doet. En daarom ook die beetje knalkluts. Kijk nou, dit is toch tof? Ik hou ervan. Die bloem, die gaat hier zo komen. Ja, wij vinden alles leuk, dat klopt. Ik hoorde wel dat wij niet de enige zijn. Er zijn veel meer zijn die alles leuk vinden. Nou, je kunt daar dus ook de tekst gewoon wat je wil bij je plakken, hè? Dus, ja, dat maakt niet zoveel uit. Gewoon als je gefeliciteerd voor iemand wil, dan plak je lekker gefeliciteerd tekstje erbij. Of gewoon soms geen tekstje. Ja, ik vind dat ook altijd fijn om gewoon wat kaartjes te hebben waar nog niks op zit. En die voor elke situatie of elke gebeurtenis of wat dan ook kunnen. Kijk, hier laat ik ook weer van die steentjes een beetje zo eronder uitpiepen. En het leuke is dat dit allemaal niet zo recht toe recht aan is bij die grunge collectie. Maar alles is lekker speels. En daardoor kan het ook gewoon allemaal mooi op elkaar aansluiten en bij elkaar passen. Zo. Deze ga ik ook even lekker opplakken nog. Even kijken hierboven. Wel even kijken dat mijn steentje een beetje recht zit. Ja, gnomes ben ik niet zo van. Maar dat geeft niet, hè. We hebben allemaal wel iets wat we niet zo leuk vinden. Maar ik heb ze wel gebruikt. En ik kan er ook wel leuke dingen mee maken. Maar je hebt altijd wel iets wat je wat minder leuk vindt. En dat is maar goed ook. Anders hebben we toch echt een probleempje. Mijn leven. Die steentjes ga ik nog even vanuit die andere naar beneden laten komen. Zo. Jee. Ik heb hier nog meer cijfers. Die zou ik hier nog een beetje in het hoekje kunnen doen. En dan denk ik dat ik daar nog wat bloemetjes bij plak. En dan stop ik er een heel eind mee hoor. Wat zit er eigenlijk een hoop op mijn kaartje? Zijn jullie toch niet van mij gewend of wel? Oh, ik heb dit trouwens niet handig gedaan. Als ik dit doe, moet ik hem even een beetje zo naar binnen plakken. Anders moet ik dit dadelijk helemaal mooi uitknippen met die dingetjes mee. Hebben jullie geen last van, maar ik wel. Even kijken. Hey Annette, gezellig dat je nog lekker meekijkt. Ik ga hier nog eventjes deze bloemen uitknippen, want die wil ik er ook nog bij. En ik misschien ook nog een kleintje, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar die moet ik ook nog even op mijn vellum plakken. Zo. Nou, ik zal vrijdag, als we de Creativity Demo in de winkel geven, zal ik ook dit kaartje weer lekker meenemen. Hè? Dus mocht je komen, dan kan je ook deze lekker nog in het echt komen bekijken. Het is toch altijd nog mooier dan over zo'n beeldschermpje heen, hè? Oh, ik zit helemaal buiten jullie beeld te knippen, maar jullie geloofden mij gewoon volgens mij, want ik hoorde niks. Zo. Hey, en dan komt zometeen Jolanda, die gaat weer lekker live en die gaat jullie ook de nieuwe Kraftlab collectie weer helemaal laten zien en heel veel leuke voorbeeldjes. Maar ik heb hier ook nog heel veel leuks liggen. Wat ik dus ook vrijdag mee ga nemen naar de winkel. Dus er is nog veel meer te bekijken dan wat Jolanda jullie nu gaat laten zien. Oh, ik plak gewoon eigenlijk die randjes met mijn lijm. Zie je wel hier aan de achterkant. En dan plak ik hem gewoon zo op je vellum en dan hoppa. Knip je hem uit, zoals ik het nu doe. Ik had hem alleen vast erop geplakt, zodat het vast, kon drogen. Ik dacht, dan zit het goed vast als ik het uit ga knippen. Dus vandaar dat ik dat vast had gedaan. Kijk, er komt natuurlijk nog een derde bloem bij. Een grote, die ga ik hier zo nog plakken. En zullen we het meteen even doen, dan is die ook gewoon bijna klaar. Vind ik net zo leuk eigenlijk, hè.
stammen ze met teperachtig. Gaat zeker heel goed, Marianne. Dus je kunt ook de bloemetjes eerst met je teperachtig plakken met die krafttape van Studio Light. Ik bedenk me dat altijd pas laatste, want ik weet nooit precies van tevoren wat ik wil gaan maken. Ik had hier ook echt nog geen idee van, maar gaandeweg, dan komt er altijd zoiets leuks uit. Tenminste, ik vind het echt helemaal gaaf. En ook, ik ga dan op dat moment zo lekker in mijn bubbel op, hè. Dan ben ik helemaal blij met wat ik aan het doen ben. En ik, oh, dat kan nog en dit is leuk. Zo. Nee, je ziet daar bijna niks meer van, Beta. Maar als ik het niet had gedaan, had je kale plekken gehad. Dus je ziet het toch wel eigenlijk. Kijk, deze ga ik een beetje meer naar elkaar toe doen. En dan komt hij op andere kaartjes wel weer iets meer naar voren toe. Ja, je ziet wel een klein beetje door je film heen. Niet superveel, maar wel een beetje. Kijk. Oh, kijk nou. Wat een heerlijk, lekker, volle, drukke kaart heb ik hier gemaakt. Dus ja, mocht je inderdaad van die hartjes niet meer veel zien, dan gaan jullie echt nog wel andere dingetjes van me voorbij zien komen. Je ziet het hier nog wel een beetje terug en hier doorheen nog wel een beetje. En dan ga ik dit randje straks nog even zo erachter maken. Oh, kijk nou, dit moet natuurlijk nog even afgeknipt. En dan heb ik toch een hele toffe grunge kaart. Ik vind hem helemaal gaaf. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om lekker mee te kijken. Jolanda gaat hier na mij meteen ook weer live met een tikkie. Dus dan kun je weer lekker meekijken. En als je wil kan je nog wat spulletjes bestellen daar. En dan gaan jullie deze foto van mij straks ook weer voorbij zien komen. Dus ik dank jullie wel allemaal voor het kijken. En tot de volgende video weer. Doei doei!